Kiki Baaiens heeft in 2020 samen met Geertrui Cazot het boek Een ander soort zuster geschreven. In dit boek staan onder andere inspirerende verhalen van vrouwelijke dierenrechtenactivisten. Kiki Baaiens is zelf Dordtse en Danielle Vol van het Dordtse restaurant Daantje en coördinator van Partij voor de Dieren in Dordrecht heeft een bijdrage geleverd aan dit boek. Internationale Vrouwendag leek ons een goed moment om wat te vertellen over dit boek, de vrouwelijke dierenrechtenactivisten en de Dordtse schrijver, samensteller van dit boek. Een mooie quote. Want wanneer we leren over het lijden en de exploitatie van dieren, kan ieder van ons ervoor kiezen om ofwel weg te kijken of om zich in te zetten voor verandering. Deze vrouwen kozen voor verandering. Beginnen we met de eerste vraag. Wie is Kiki Baaiens? Wie is Kiki Baaiens? Nou, dat ben ik dus. Sinds 3 jaar wonen wij in Dordrecht. Ik ben, even kijken, in 2012 ben ik veganist geworden. En toen woonde ik nog echt in the middle of nowhere in Drenthe. En ik had iets van, ik wil eigenlijk wel heel graag wat meer veganisten leren kennen. Die zijn daar niet heel erg dik gezaaid. Dus ik wilde heel graag naar zoveel mogelijk evenementjes toe. Nou, die kon je eigenlijk heel erg lastig vinden. Dus ik heb zelf een agenda opgezet, een website, veganevents.nl. Daar verzamelde ik alle evenementen die er waren. Dus zowel demonstraties, potlucks, etentjes, filmvertoningen, lezingen. Echt alles wat er te doen was. En op die manier gingen wij elk weekend wel de hort op. Zo zijn we ook in Dordrecht terechtgekomen. Wij kwamen eigenlijk voor die tijd ook altijd al in Dordrecht 1 keer per jaar voor een weekendje. Mooie stad natuurlijk, dus dat vond ik erg leuk. Ja. Ja, en toen hier Daantje opende, hadden wij al snel iets van, oh, daar moeten we eens een keertje heen. En voor we het wisten kwamen we hier elke maand wel een keertje. En toen in 2017 overleed mijn moeder na een lang ziekbed en toen hadden wij eigenlijk geen reden meer om in Drenthe te wonen. Ze hadden iets van, waar zullen we naartoe gaan? Nou, Dordrecht. Wordt het Dordt? Ja, zo zijn wij hier komen wonen. Inmiddels heb ik de website heb ik niet meer, omdat het tegenwoordig toch veganisme net even iets groter is geworden. Samen met Bite Back en de Nederlandse Vereniging voor Veganisme hebben we een congres georganiseerd. Veganisme, een inclusieve beweging? Vraagteken in Rotterdam. En een van de sprekers daar was ook Geertrui Cazot. Nou, wij kenden elkaar al uit Engeland eigenlijk. Daar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. We zaten bij precies dezelfde lezing over precies dezelfde onderwerpen. Nou, zonder van tevoren af te spreken. Ja, ja, en dan, nou ja, dan hou je toch op een gegeven moment heb je een beetje contact met elkaar. En Facebook vriendjes worden. En nou, Geertrui had op een gegeven moment in haar hoofd van, ik wil graag dat boek schrijven. En nou ja, toen heeft zij daar zeg maar mij voor gevraagd of ik daar aan mee wilde werken. Want Geertrui is meer echt een wetenschapper van jullie twee? Ja, Geertrui die heeft al meer boeken geschreven. Die geeft ook heel veel lezingen. En ze wilde een boek schrijven in de stijl van Sister Species van Lisa Kemmerer. Daarom heet het ook een ander soort zuster, Sister Species. Eigenlijk een beetje een soort vertaling van, die titel. Ja. En Geertrui wilde heel graag dat eigenlijk voor Nederlandstalige gebied doen. Dus zowel Vlaanderen als voor Nederland. Nou ja, zij kennen in Vlaanderen veel mensen en ik ken in Nederland veel mensen. Er is een mooi boek uitgekomen. Ja, zeker. Wat hopen jullie te bereiken met dit boek? Wat wij heel graag willen is dat er een soort momentopname, zeg maar, van 2019, 2020... van hoe de dierenrechtenactivisme er nu uitziet. De stand van zaken, zeg maar. Echt iets om op terug te grijpen van, oh ja, over 10 jaar van, oh kijk, toen ging dat zo. Kijk, als je dat digitaal doet, dat is toch vluchtiger. En een boek blijft staan. Een boek, dat is daar. En dat blijft tastbaar. Dus als over 15 jaar iedereen veganist is, dan denk ik, oh, maar zo was het nog daarvoor. Oma, vertel eens, hoe ging dat vroeger? Was dat echt zo? Leden we zo? Maar dat zou wel waren zijn. Er toen nog zoveel mannen op de voorgrond? Ja. Waar waren wij vrouwen? Ja, nou, en dat is dus inderdaad ook een van de redenen dat 80% van de dierenrechtenactivist is vrouw. Maar wie zie je op de voorgrond? Gewoon heel veel mannen, eigenlijk alleen mannen. Er zijn weinig vrouwen echt boegbeeld binnen de veganistische beweging en binnen het dierenrechtenactivisme. Ja, en
Dat vinden wij niet terecht. En daar willen wij heel graag op deze manier wat aan veranderen door de verhalen van de vrouwen die daar toch heel erg actief in zijn, door die een plekje te geven, door die een platform te geven. Ja, ja. En ook gelijk een heel mooi platform, waar ze ook een platform te geven waar hun verhaal ook echt heel uitgebreid in naar voren komt. Niet vluchtig, een anekdote, maar het is echt hun verhaal. Het gaat ook een stukje hoe ze opgegroeid zijn, hoe hun leven verlopen is en wanneer ze veganist zijn geworden. Want zelf pas in 2012 veganist geworden. Ja, pas, ja. Maar toch merk je wel om je heen in de supermarkt dat er wel wat aan het veranderen is. Alleen die vrouw op de voorgrond, dat verandert nog niet. Dat blijft nog een beetje. Ja, maar je merkt wel dat nu er ook, nu ik er natuurlijk zelf ook bewuster mee bezig ben. Op het moment dat ik met een vrouw in gesprek ben en erachter kom dat zij een heel goed verhaal te vertellen heeft, probeer ik haar dan ook zeg maar min of meer een podium te bieden van je hebt een fantastisch verhaal. Hoe gaan we ervoor zorgen dat je gehoord wordt en dat jij jouw verhaal kan doen? En als je kijkt naar de gemiddelde lezinggever, daar zitten uitzonderingen bij, maar mannen kunnen dat soms heel slecht. Ze doen het wel. Ja, dat maakt meer bravoure, meer dat van. Ze doen het wel. En ik denk dat misschien dat ook wel komt omdat mannen ook meer naar de inhoud kijken van wat ik te vertellen heb is heel erg belangrijk. Dus maakt het niet zoveel uit of ik er sta te stuntelen. En vrouwen moeten diezelfde houding hebben. Het gaat er niet om hoe je het brengt. Het gaat erom dat je het brengt. Ja. Ben je zelf ook activistisch? Ik ben ik moet het anders zeggen. Ja. Als je kijkt naar activisme, je hebt verschillende vormen van activisme. Je hebt het straatactivisme, dat heb je misschien wel eens gezien. Dan staat er zo'n cube en dan staan ze allemaal met zo'n bordje en dan met beelden uit de dierenindustrie. Als je vraagt van wat is nou dierenrechtactivisme, dat is dat en staan bij een slachthuis zeg maar om dieren drinken te geven. Misschien ook de beelden in de slachthuizen maken. Ja, dat illegaal. Eigenlijk vaak gezien als activisme, terwijl je net zo goed vanuit je leunstoel activist kan zijn als jij brieven schrijft naar instanties over onrecht dat je ziet. En ik denk dat er voor iedereen wel wat is op dat gebied. En dat zie je ook heel duidelijk in het boek terug. Er zijn mensen die inderdaad illegale opnames hebben gemaakt bij bedrijven, maar er zitten ook vrouwen bij die bij een sanctuary werken. Die een sanctuary hebben zelfs. Een van de schrijvers is dierenarts. Een veganistisch restaurant, zo een Duintje in Dordrecht. Ja. Er zit van alles. Er zijn zoveel verschillende vormen van activisme. Ja. En in die zin, ik ben ook een activist. Omdat ik geholpen heb met dit boek schrijven en weer een congres ga organiseren en mensen een podium geef die dat anders niet krijgen. Niet zouden. Zoveel verschillende vormen. Ja, zo kun je ook allemaal je eigen steentje bijdragen voor het goede waar je in gelooft. Ja, klopt. We hadden het net al over dierenwelzijn en dierenrechten. Daarmee corrigeerde je me al. Kun je goed uitleggen wat daar het verschil tussen is? Even benadrukken. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Op het moment dat je het hebt over dierenwelzijn, gaat het over dat een kooi groot genoeg moet zijn, dat ze het eten lekker genoeg moet zijn en dat ze. Je hebt het eigenlijk over hoe houd je een dier in gevangenschap zonder dat het last heeft van de gevangenschap. Ja. Maar je houdt het dier nog steeds gevangen. Het dier is nog steeds niet vrij. En dierenrechten gaat er meer om dat dieren zelf hun leven kunnen bepalen. En dat wij niet de bepalende factor zijn in dat leven. Dan weet je net het domineren van die dieren. En zeker je bent nog steeds dieren aan het uitbuiten. Ja. Je gebruikt ze nog steeds voor jouw eigen doeleinden. Ja. En niet dat moet er gewoon helemaal uit. Ja. Ja. En als mensen dan het punt maken van moeten dieren dan ook kunnen stemmen? Heb je daar nog een goed over? Ja, dat is een beetje flauw. Ik bedoel, dieren, je eigen leven bepalen heeft niet zozeer te maken met stemmen. Op dit moment is het gewoon in de wet niet goed geregeld met dierenrechten. En dat wil dus zeggen dat mensen hun politieke stem moeten gebruiken om de boel zo te veranderen dat dieren wel rechten krijgen. En Partij voor de Dieren doet dat fantastisch. Dus dat
Ja. Ja. Zie je ook veel overeenkomsten tussen de sterke vrouwen in het boek die geïnterviewd zijn of die een stuk hebben geschreven? Ja, we zijn allemaal eigenwijs. Dat is gewoon de rode draad eigenlijk. Ja, de rode draad is dat we allemaal tegen de stroom in zwemmen. En ik zeg niet dat we dat willen of dat we het durven, maar we doen het allemaal wel. Je wordt eigenlijk toe gedwongen. Bijna. Nee, dat is onze keuze. Onze keuze is om tegen de stroom in te zwemmen en een andere weg te gaan dan helaas nog mainstream. Ja. In het boek, je hebt zowel mensen die ontzettend extravert zijn, je hebt mensen die ontzettend introvert zijn. Er zijn echt, heel veel verschillende soorten vrouwen. Maar de rode draad is wel dat we allemaal ons eigen plan trekken. Ja, en dat heb je ook wel nodig om echt iets te willen veranderen. Ja. Anders dan blijft alles zoals het is eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Waarom kun je dierenactivisme niet loszien van het veganisme? Of eigenlijk juist andersom misschien. Waarom kun je veganisme niet loszien van dierenrechtenactivisme? Op het moment dat jij op wil komen voor de rechten van dieren, dan kun je ze niet meer eten. Dan kun je ze niet meer gebruiken. Het is natuurlijk een beetje vreemd als je zegt van, bijvoorbeeld als je kijkt naar een dierenasiel, waarbij ze een fundraiser doen door middel van een barbecue. Ik denk, hallo, je komt op voor de knuffelige dieren. Ja. En de niet knuffelige dieren, die ben je aan het eten. Ik bedoel, dat is een volkomen arbitrair verschil tussen een kalfje en een hond. Maar omdat wij dat cultureel zo bepaald hebben dat je de een aait en de ander opeet. Ja, dat is. Op een gegeven moment kom je, denk ik, als dierenrechtenactivist, als je door blijft denken, kom je sowieso uit op veganisme. En andersom, vanuit veganisme. Ja, veganisme is al een bepaalde vorm van activisme. Al is het alleen maar omdat je zeker ook in sociale situaties uit moet blijven leggen waarom je bepaalde dingen niet wil eten. Ja. En ook altijd van de vraag, dat mag jij niet, hè? Dat wil ik dat niet. En dan word je eigenlijk min of meer ook wel gedwongen tot wat activisme. Maar krijg je ook wel de vraag van, mis je geen essentiële voedingsstoffen wanneer je? Ja, natuurlijk krijg je die vraag. Het is heel grappig dat iedereen, op het moment dat je zegt dat je veganist bent, is iedereen opeens voedingsdeskundige die tegenover je staat. Maar dit en dat dan. Nee, het enige wat ik tekort kom is B12. En dat slik ik dus. Ja, dat kun je makkelijk aanvullen. Ja. Zou dierenactivisme of strijd voor dierenrechten ook wat meer in de opvoeding eigenlijk betrokken kunnen worden? Of vanuit school misschien? Ik vind het wel grappig. Kinderen zul je nooit, als je een kind een keus geeft tussen een appel en een konijntje, dan eet hij de appel, maar aait hij het konijntje. En niet andersom. Nee. Dus het zit er bij kinderen eigenlijk gewoon al in. Alleen wij leren ze het af. En als wij daar als ouders gewoon wat meer naar zouden kijken en dat accepteren, in plaats van dat we het eruit willen hebben van, je moet toch wel een glaasje melk drinken, hoor. Of nee, je moet toch wel een beetje vlees eten. Dus als we daar nou eens mee ophouden en gewoon naar dat kind kijken, hoe dat kind het vanzelf al doet. Ja. En ook dat we een stuk verder zijn. Het interview sluiten we af met twee vragen die je zelf ook hebt gesteld aan de geïnterviewden. De eerste is, wat kunnen vrouwen doen om elkaar te helpen in hun activisme? Mekaar serieus nemen. Er komt nog steeds te veel seksisme voor binnen de beweging. En dat we elkaar daar serieus in nemen. Dat op het moment dat er iets gebeurt, dat we dan niet excuses gaan verzinnen. Ja, maar hij doet zoveel goede dingen voor de dieren. Dat moeten we naast elkaar gaan staan en dat gewoon niet accepteren. Dat soort gedrag niet accepteren. Nee. Elkaar minder afvallen eigenlijk. Ja, elkaar niet afvallen, elkaar versterken en elkaar ook helpen om, als we zoiets als dit bijvoorbeeld heel eng vinden om te doen. Toch gaan zitten en toch doen. Ja, en je mag misschien ook kritisch zijn op elkaar, maar ook niet, afvallen is weer een andere boodschap. Kritisch is prima, kritisch mag, alsjeblieft wel. Laten we kritisch blijven, maar niet onderuit halen. Nee, precies, dat is een groot verschil. Ja. En wat kunnen mannen doen om vrouwen te helpen in hun activisme? Allereerst het boek lezen natuurlijk. Sowieso. en zich ervan bewust zijn dat zij vanuit hun opvoeding
meer de neiging hebben om op de voorgrond te treden. En op het moment dat, dat ze merken dat je ergens iets aan het organiseren bent, en ze merken bij zichzelf, hey, ik heb de neiging om op het podium te gaan staan, dat ze dan eerst even om zich heen kijken, zijn hier nog vrouwen die dat eigenlijk ook kunnen doen? Ja. En dat ze dan tegen die vrouwen zeggen, wat kan ik voor jou doen om te helpen dat jij daar gaat staan? Ja, op die manier. Even kijken of zij zelf een stapje even terug kunnen doen om die vrouw het podium te geven. Ja, en vrouwen ook te helpen om het podium te nemen. Ja, we zijn door alle vragen heen. Dus ik wil je heel erg bedanken voor dit interview. Heel graag gedaan. En voor wat meer duiding. En ik zou zeggen, lees hem allemaal. Het is een heel inspirerend boek. Ik denk dat we er allemaal wat aan hebben. Ja, graag gedaan.